Wij keren terug naar de Aeon Age om de strijd tegen Avatar te beëindigen. Ja, ik wil een voor te zetten zeggen. Aan mijn rand. Het is zo een robot. Oh, daar gaan we. De volgende bossfight. Can't afford any mistakes. Six vessels. Oh ja, daar gaan we weer. Die vessels moeten we zoeken. In een boven- en een onderwereld. The first vessel seems to want to take us back to an era we have often frequented. The Great Pyramid. Nou, daar links misschien. Nee! Nee. Deze. Nee, ik denk dat het kleiner is. Het zijn allemaal piramides. Ja. Oh ja, we hebben hier geen andere dingen. We hebben alleen boven en beneden. De benedenwereld. Reminiscent of the Great Pyramid. Een voorwerp, een vessel. Ik zal alles wegklikken wat er weg te klikken valt. Hé, hey, hier is een andere, zie je dat? Ja. Die moeten we onthouden. Dit is een wat is het, een D20 denk ik. Die moeten we onthouden. Ik denk dat we dat soort figuren nu gaan zoeken. Ja, ze kunnen niet nu ook iets wat veel kleiner is. Ja, dat denk ik, dat denk ik. Maar dan in de vorm van een... Ah, een piramide. Lekker. 5 more to go. Ja. We zoeken nu... Aha. Dice. Hexahedron. 8. Hier is er wel een ding wat we net gevonden hadden. Waar lag die? Hierboven. Nee. Blijven zoeken. We zoeken nu. Dus het is natuurlijk meer dan 8. Oh nee, Hexa is 7 trouwens. Octa is 8. Gaan we er nu vanuit of we in de kistje gaan? Die gaan we niet vanuit, maar als we ze toch zien, die kistjes. Ik kijk ook rond hier tegen. Ja. Dat is ook meer dan 7. Dus we moeten het inderdaad ook onthouden. In zijn rugzak niet. En nu weten we het niet. Precies, ja. Hexa is 7. Ik denk als je een kind bent en speelt het spel, dan weet je niet dat een heksa heel mooi is. Ik denk niet dat je een kind bent in het spel. Nee, het is een Switch game voor kinderen. Ja. Tenminste. Ik denk dat kinderen geïnteresseerd zijn in een Switch game met zoekdingen. Denk je? Nee? Even boven kijken. Hé, hey, hier zweeft een ding. Met nog meer dingen. We weten in elk geval wat we zoeken en in welk formaat we het zoeken. Kleine figuurtjes. Dat betekent niet gelijk dat het makkelijk is. Integendeel. En hierboven lijkt zo het eerste ook niks te zijn. Extra hevel. We zoeken allemaal dingen in dat formaat. Lijkt mij, want we hebben er nu al 3 gezien. We zoeken dat soort bolletjes. Bolletjes? Of bolletjes, kleine figuren. Geometrische figuren. Die hebben we gezien, die gaat er nog komen, dat is inderdaad een muis.
kookboek. Best wel druk hier. Oh, die hebben we ook nog nodig. Ja. Ja, heel goed. Weer, want dit is een driehoek. Dat is gewoon de bovenkant van het bord. Maar hier is inderdaad weer zo'n figuur. Heel goed. Onthouden. Hier is een Discord logo. Ja. We hebben er nu nog drie al gevonden die we nog niet nodig hebben gehad. Wat dat betreft is het, kunnen we straks snelle dingen zoeken. In het donker. Nee. Nodig is dat we toch even boven kijken. En daar is er inderdaad weer een. Heel goed. Ja, de sleutel, die hebben we ook nodig aan het einde altijd. Goed om te weten. Zijn er figuren genoeg die we al hebben gevonden? Oh, we komen echt in de endgame en dan wordt het moeilijker. Ja, we worden uitgedaagd. Nu hadden we al. Ja, die hadden we al gezien. De kijkers hebben hem waarschijnlijk al live gezien.
dat een systeem. Vaak liggen ze ook wel uiteen, hè? Ja. Nou, hier bij die afvalberg, daar ligt zoveel. Dus zou daartussen kunnen liggen, dat is in een kerkje. Hier ligt die R van Circus, uit de andere wereld. Ja. Logisch en als er in ieder geval daarboven in ieder geval één was. Ja. Dat is zo logisch, hè. Ja, hier is één, deze. Ja. Maar die is voor later, die hadden we al gezien. Ja. Hebben we er drie nu op voorraad? Ja, we hebben er drie nu op voorraad, hè. Ja. We hebben er nog 5 in totaal, dus we hebben er nog 2 nog niet gezien. Logisch zijn dat er in elk geval één boven ligt. Ja. Ook de sleutel is boven, die hebben we al gezien. De sleutel hangt hier aan de deur. En hier vliegt er even zo'n punt. Dat zouden we nog later in kunnen zijn. Ja. Ja. Van het oplopen. Ja, precies. Dan denk ik dat het dan de laatste is. Dat het van boven. Hier houden we. Dat is de volgende dan denk ik, maar dat is het octahedron. Ik moet ook even in kijken, maar ook wel in kijken waar we in kunnen kijken. Ik wil dat weer zo. En vanuit gaan dat ze niet bij elkaar liggen. De stenen die we hebben gezien liggen ook allemaal wel echt los. Die liggen niet in een hoop met spul. Nee. Zo'n winkeltje voor. Wat een. Waar ik naar kijk. Helemaal uitzien. Ja. Hier naar boven. Oh, we zijn echt blind. Thank you.
dit zou inderdaad een logische plek zijn ook. Hier hebben we nog niks gezien. Uitgedaagd in de laatste levels in de boss fight. Heb ik ook voor me. Geld.
wat een systeem. Ja, dat is de DJ. Hey, Mr. DJ. Oké. En dan? Looks like a Dodeca hedron. Dat weten wij, want dat is een marble skin die ik heb. De Dodeca. Ja? Lekker hoor. Dit is een D20. Oh ja. The shape of a roleplay. Dobbelsteen met 20 zijden. Die gebruikten we bij Magic the Gathering. Oeps. Hoppa. Jeetje, die hebben we nog wel liggen, denk ik. Dan gaan we naar de laatste. Dat zal die ster zijn in de lucht. Reach for the stars. Ja. Lekker hoor. We gaan naar de volgende stap. Coming battle. Oh, vier zijden, sorry, ik ben dom. Zes is de. Dat is de vierkant, die zes zijden. Ja. Acht is de octahedron. Dat is een vierkantje, lijkt het op, toch? Ja. Nee, nee. Een zeshoek. Driehoek in een rondje. Driehoek? Ja. In een rondje. Ik snap het niet. Huh? Nee, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolletjes. Is dat het dan? Nee. Hè? Dit zijn 8 bolletjes. 8 zijdes. Gelukkig kunnen we niet af, blijkbaar.
wel fijn na alle tijd. Ja. Energy analysis. Opgelicht, hè? Ja, precies. Ja. Dat wordt de echte eindbaas, denk ik. Dat denk ik ook. Gaat niet heel snel, dit. Ja, die sleutel nu dit, hè? Ja. Lekker, easy. Daarna legacy verslaan en dan denk ik het eind. Ja. Avatar, assimilator. De Aeon Eater, daar zijn we. Ja. Nou, dan gaan we in de volgende video weer naar de Aeon Eater. Lijkt me goed. Graag gedaan. Oké, doei.